lopen we dan in het prachtige, mooie, gastvrije Hattem. En waar gaan we heen? Kladdegattes. Ja, Kladdegattes, wat is dat? CV de Kladdegattes, toch? Sorry, mijn oprechte excuses. CV de Kladdegattes. En wat voor feestje hebben we daar? Carnavalsfeestje natuurlijk, hè. CV, carnavalsvereniging. Prinsenbal. Oh, prinsen. Of prinsessenbal, dat weten we nog niet. Nou, daar gaan we achterkomen vandaag. Nou, Kladdegattes, here we come. Goedemiddag, kijkers. Jullie zullen wel denken, waarom is die Gert nou in beeld? Nou, dat zal ik uitleggen. Onze prima donna's, onze twee reporters, vliegende reporters, hebben wat anders te doen. Eén, die gelooft nog in een sprookje. Dat heet Sinterklaas. Daar moet hij toevallig vanmiddag zijn. Ik hoop niet dat hij het zelf is, maar dat zullen we zien. De ander, die hebben ook wat. Die is met de jongens brommerskieken in zijn menscave. Want de MotoGP die heeft vanmiddag zijn finale. En dat schijnt toch belangrijker te zijn dan Sasselnoek TV. Dus vandaar dat ik jullie nu maar opluisteren. We zijn, jullie zien het in het mooie Hattem. Mooie historische Hattem. We gaan vandaag op bezoek bij de Kladdegattes. Daar is een jaarlijkse prinsenbal. Ze hebben een wisseling van de wacht. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Prins, prinses, prinsen, prinsessen. Je weet het niet, hè? Kom, we gaan kijken. Ga mee. Kleine Herman ook. Kom je ook? We zijn er wel. Eva, je bent terug. Kom maar even bij het podium staan. Je ziet er geweldig uit. Dit is onze Eva in dagelijks leven als ze in hoogheid erin staat. Fantastisch, toch? Wat? Ja, is goed. Hij is nou breedbeeld. Hij is breedbeeld. Past prima. Ja, jongens. Ja, ik vind het fantastisch dat jullie aanwezig zijn. Nog een paar minuten. Er gaat hier een showtje gebeuren van de Kladdegattes. Wat top, jongens. Mag je die ook wat aan? Onder de douche. Even door je voetjes in de buurt. Ja, zo. Ja, en dan nu even douchen, rechtop. Harder! Harder! Ja. Zeg maar wanneer je klaar bent, Herman. Kijken, iets dichter bij elkaar. Oh, ik ook? Of kan ik hier blijven staan? Nee, je kan ook eerst inlopen. Nee. Ik ben niet zo'n loper. Nou, gaan we. Goedemiddag, Sassendonkers en onze beste Kladdegattes, daar zijn we weer. We hebben iemand voor de camera getrokken. En eerst heb ik een grote vraag aan deze beste man. Waar komt de naam Leonder vandaan? Dat is een Franse kwast, oftewel een kwast met een kromme penseel. Je hebt rechte kwasten. Kwast? Ja. Je hebt rechte kwasten en kromme kwasten. Ook wel de bokkenpoot. Ik denk even aan mensen, rare kwasten. Dus ik had direct batsen voor mijn neus. Ja, dat zou ook kunnen. Nee, maar het is inderdaad gewoon een kromme kwast. Een kromme kwast. Oké. Okay. En u schildert zelf ook? Niet meer. Niet meer, oké. Waar ik u even voor naar buiten heb gehaald, want ze doen we dat, jullie vereniging en u en uwe hebben het voor elkaar gekregen om een prachtige, nog steeds fictieve donatie te doen, want niemand weet hoe hoog die wordt, voor het KWF-fonds, voor Miranda en Liv Platje, die keihard gaan rennen voor ons. 5 kilometer en ik doe niet de rest, dat zeg ik vast batsen. Wij vinden het geweldig, jullie staan hier prachtig in. Hele grote dank van ons. Ja, wij vonden het een enorme eer dat jullie ons vragen daarvoor. En wij vinden ook voor onszelf dat wij dat gewoon verplicht zijn om aan dat te schenken aan het KWF-fonds namens onze vereniging. En de opbrengst van de kerstbingo op 10 december gaat geheel naar dat fonds. En nog een keer met Koningsdag, de laatste ronde van de loterij, die gehele opbrengst wordt daar ook aan geschonken. Dat hebben we begrepen. We hebben ondertussen ook gezien dat Miranda haar streefbedrag heeft verhoogd van 500 naar 1000 euro. Daar gaan we overheen, mensen. Daar gaan we overheen. Want bij deze een uitdaging voor die andere verenigingen. Laat maar eens zien wat de deurzakkers hebben gedaan. Ha! Ik denk toch minimaal dat we voor de 3000 euro moeten gaan. Gaan we doen. Dank u, Hoogheid. Dank u. We gaan weer. Doei, doei. Go!
Ja, oké, gaan we. Van jullie vragen een donatie. Ja, een spontane donatie. Voor 11 euro en 11 cent kan je donateur worden. Ik heb het gescand. Open in de browser. 11 euro en 11 cent. Hoppie. Dat is helemaal goed. Ik ga naar mijn bank. Oh, Herman, dat mag niet. Dat is een pin, hè? Hij stuurt rode. Geen saldo. Maar dan nog helemaal niks. Dat is helemaal niks. Hij is betaald, jongens. Hey! 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 Voor de mensen thuis, zet hem even op pauze. Scan deze met je andere telefoon. En dan word je een donateurtje voor 11 euro en 11 cent. Even inzoomen. Laat maar de voorzitter, hoor. Die groetjes. Zo doen we dat, jongens. Hij doet die marketing, hè? Dat ken je anders. Hij doet die marketing. Spannend, hè? Spannend, hè? Stinkt hij wel? Het is wel heel koud. Het stinkt naar Arlie Davidson, hè? Ik dacht eerst even dat je Batsen bedoelde, maar die is er niet. Dus. Nee, jammer, hè? Ja. Daar knip ik er niet uit. Jawel. Nee. Batsen hoek je al op deze bruggen. Die knip ik er wel uit. Kan die wel hebben. Jawel. Dat is geen. Nou mensen, daar staan we dan. Wat een opkomst hè, bij die kladdergatters. Een kladde motoren, daar staan ze nog. Er staan er nog drie. Man, wat een herrie was dat met die Harleys. Maar ik ben zijn naam kwijt. Maar het is dus een prins en een adjudant. Prins Pils en adjudant 5.0. Prins Pils en adjudant 5.0. Welkom in Sasseldonk mensen. En wij gaan er weer vandoor. Oh, trouwens. Je moet toch nog even checken wat Batsen was vanmiddag. Het is op Sinoton, 10 is op de been.